Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vrijdag. Net lekker nog even met Noé gespeeld voordat ze naar bed ging. Ze ligt nu lekker op bed te slapen. Ik heb een hele leuke werkdag gehad. Ik mocht vanmorgen na de opening van de nieuwe attractie in Avonturenpark Hellendoorn, de Ridderstrijd. En tussendoor ook nog wel gewoon op het werk geweest. Maar goed, dat was natuurlijk wel heel erg leuk. En ja, ook leuk om te zien. Nog in 2 achtbanen geweest. Dus ja, de dag is voorbij gevlogen. Nu ga ik zo eventjes editen. Maar ik ga het hardlopen. Want editen had ik al wel een deel gedaan. Maar was nog niet helemaal klaar mee. Dus dat ga ik zo meteen afmaken. En verder hebben we vanavond eigenlijk vrij weinig op de planning. Morgen is het Koningsdag. Willen we ook nog van allerlei leuke dingen gaan doen. Maar we hebben eigenlijk nog geen idee wat. Dus daar willen we vanavond even naar kijken wat we gaan doen. We hebben in ieder geval een roze tompoesen. Of roze tompoesen. Oranje tompoesen in huis. En ik denk dat we morgen gewoon met Noé beginnen. Met het dansje van Koningsdag. Die dabbe die dabbe daar. Want die vindt zij leuk. Dus daar gaan we de dag in ieder geval goed mee beginnen. Maar voordat ik ga editen, eerst nog eventjes Noé haar speelgoed opruimen. Inmiddels ben ik al klaar met het editen van de vlog. En dus maak ik nog steeds aan het hardlopen. Dus ik dacht, ik ga weer eventjes bijschrijven in dit boek. Ik vind het altijd echt super leuk. En ik weet niet of ik het al verteld had, maar ik was dus een beetje aan het teruglezen in het boek. En vorig jaar had ik bij de vraag opgeschreven, wanneer was je voor het laatst trots op jezelf en waarom? En had ik opgeschreven dat ik nu weer begonnen ben met hardlooptraining. Om het hardlopen weer op te pakken. En ik wil graag op 16 april 2023 5 kilometer hardlopen. En dan te beseffen dat je nu gewoon een jaar later de halve marathon hebt gedaan. Dat is echt bizar. Maar zo leuk om al dit soort vragen terug te lezen. Soms heb je echt een heel verschillend antwoord. En soms heb je gewoon echt exact hetzelfde ingevuld. Dus ja, heel leuk. Dus ik ga nu lekker eventjes weer door met schrijven. En zo hou ik het boekje lekker up-to-date. Mike en ik zaten net op de bank en hadden best wel trek, maar wisten het niet waarin. En op een gegeven moment dacht ik nog, hey, we hebben nog aardbeien in huis. En ik heb nog chocola uit een kerstpakket. Dus ik ga dat smelten, aardbeien erin dippen en dan hebben we zo wat lekkers om op te eten. Het idee was leuk, de uitvoering wat minder. Het schijnt namelijk chocolade te zijn voor chocolademelk. Ik dacht, oh, dat is voor chocolade fondue, zo dan kan ik gewoon even smelten. Maar helaas, dan eten we gewoon maar alleen de aardbeidjes op. Goedemorgen, het is zaterdag. Het is Koningsdag. We beginnen vandaag met tompoesen ontbijt. Noé ook, die heeft het nog nooit gehad, dus ik ben heel benieuwd. Ga jij een bordje pakken? Ja. Welk bordje wil je dan? Oh, dat is een fles. Oh, fles. Ja, dan pak maar even een bordje voor mama. Die. Die? Nee, deze, kijk. Dan kan daar mooi jouw tompoesen in. En dan gaan wij eventjes lekker eten. Die. Die ook? Ja. Oké, geef maar. Ook een merk. Wat zien ze er lekker uit? We hebben lekker een tompoesen ontbijt gehad. Ik moet zeggen, het was echt ontzettend machtig, maar helemaal prima. Net eventjes gedanst, de Koningsdagdans van Kinderen voor Kinderen. En nu gaan we richting het dorp. Er schijnt van alles te doen te zijn, dus we gaan even een kijkje nemen. Gaan we even kijken bij het feestje in het dorp. We zijn weer terug uit het dorp. In het dorp was het wel heel erg leuk. Alleen het was toch net iets meer voor de wat oudere kindjes. Dus we hebben lekker rondgelopen. En zijn net hier nog even met Noé naar de speeltuin geweest. Maar we hebben nog wel weer wat leuks gekocht bij de Zeeman. Jurkjes voor mij en Noé. En die ga ik jullie even laten zien. Die heb ik hier neergelegd. Allereerst dit leuke jurkje voor Noé. Lekker zomers. Er zit ook nog een knoopje achterop. We hebben maatje 92 meegenomen. En deze was 8 euro.
We keken ook nog naar die matchende badpakken, bikinis en hoe heet dat, zwembroeken. Maar die waren helaas niet meer in de WH maat. Ik heb eigenlijk wel zo'n bikini van H&M. Maar goed, de WH maat was er niet, dus we hoefden voor ons de rest ook niet mee te nemen. Dan nog een jurkje voor de week. Lekker leuk kleurtje. Echt heel schattig, ook maatje 92. Dat is deze. En deze was 5,99. Ik zie dat al helemaal vol met een leuk sneakertje of iets eronder. En dan voor mezelf ook nog een jurk. Dat is deze. Misschien lastig te zien. Ik heb al zo'n soort jurk ook van de Kosters of van de Cotton Club. Ik heb maatje 38 meegenomen en deze was 17 euro. Maar ook heel lekker luchtig bij de mouwen. Nou ja, dit wat dikker gevoerd zodat het niet doorschijnt. Er zit er nog zo'n bandje om hem te knopen. Maar ik vond hem heel erg leuk. Moet hem nog passen. Maar ik denk dat het wel helemaal goed gaat komen. Ik heb de jurk even aangetrokken. Ik vind hem echt super leuk. Ik heb trouwens mijn spijkerbroek er nog onderaan. Maar ik dacht gewoon eventjes snel kijken hoe het staat. Maar ja, ik ben er echt heel happy mee. En bij de kruidvat had ik trouwens nog deze leuke oorbelletjes meegenomen. Wanneer ga je zelf die jas aandoen? Papa. Papa. Goed zo. We zitten in de auto. We zijn onderweg naar Enschede. Of we rijden nu eigenlijk Enschede in. En we gaan nog even kijken wat hier te doen is qua Koningsdag. Dus een kleedje, smart en dat soort dingen. Dus daar gaan we gewoon lekker eventjes langs lopen. Het regent net. Nu begint de zon weer te schijnen. Dus ik hoop dat het gewoon droog blijft. En we zijn aangekomen. Noé ziet de draaimolen al. En het is gewoon lekker gezellig druk hier. Good morning, het is zondagochtend. We hebben het gisteravond nog heel gezellig gehad. We hebben nog een hele tijd op het terras gezeten. Mijn ouders zijn er ook nog bij komen zitten. We hebben lekker cocktails gedronken. En ja, dan is ook wat later naar bed gegaan. Het ging helemaal goed, ze was ook totaal niet vervelend. En vanmorgen heeft ze wat langer gelegen, dus dat was ook wel weer heel fijn. En nu heb ik de sportkleding aan, want ik ga een week na de marathon. Het is vandaag een week geleden. Ja, voor mij dan een halve marathon. Weer hardlopen. Mark is van de week al geweest. Die heeft wel wat last van zijn benen. Dus ik ben benieuwd of dat voor mij ook zo gaat zijn. Ik ga niet een hele grote ronde doen. Ik doe gewoon lekker 8 kilometer. Tenminste, heb ik nu in mijn hoofd. Misschien wordt het iets meer, iets minder. Maar dat ga ik zien hoe de run gaat. Ik heb van de week al wel een paar keer gesport. 2 of 3 keer zelfs. Maar dat is natuurlijk net eventjes wat anders. Dus ja, ik ga gewoon lekker die kant op. Lekker eventjes een run doen. Noé, ben jij koekjes aan het uitzoeken? Ja. Welk koekje vind jij lekker? Die? Met die spikkeltjes erop? Ja. Ja. We zijn inmiddels al een paar uurtjes verder. Ik heb een lekkere run gehad van 8 kilometer. Lekker gedoucht. We zijn naar de Lidl geweest. We hebben even weer weekboodschappen gehaald. Noé die heeft koekjes voor dezelfde uitgezocht. En ligt nu lekker op bed te slapen. En dat betekent dat ik lekker samen met Mike even bezig ga in huis. Of nou ja, lekker. Het moet gebeuren. Maar het is wel heel fijn als dat klaar is. Dus we gaan lekker aan de poets. En als zij dan straks wakker is, kunnen we nog misschien lekker naar buiten. Want het is eigenlijk best wel prima weer vandaag. Zero-drankjes gekocht. Die zag ik al op TikTok voorbij komen. Het zijn van deze. Deze smaken naar van die persik hartjes. En we hadden gisteren een zure appel. Nou, ze smaken echt precies zoals ze zeggen. Het is trouwens niet te zoet. Ik had verwacht dat het heel erg zoet zou zijn. Maar ik vind ze echt heel erg lekker. Ja,
had nog meer smaak, ook met karamel, maar dat leek me dan wat minder. Dus we zijn eigenlijk alleen voor die zure appel en de hartjes gegaan. Maar ze hebben er dus nog veel meer smaken. Inmiddels is het alweer avond, Noé ligt op bed. We zijn vanmiddag nog lekker naar de kinderboerderij geweest. Echt super leuk. We hebben Mike's oma eventjes opgehaald. En ja, Noé vond het semi leuk. In het begin wel. De kipjes vond ze leuk. Ze vond ook de cavia's leuk. Alleen toen we daar bij de geitjes gingen, de schaapjes, en daar mocht ze ook loslopen, vond ze het... ik denk een beetje spannend of zo. Wij vonden het echt helemaal geweldig. Al die kleine babygeitjes zo lekker even aaien en knuffelen. Maar zij vond het eens wel alleen maar op de arm. Op een gegeven moment zijn we naar de speeltuin gegaan. Die zit daar ook bij. En dat vond ze dan wel heel erg leuk. Maar ik moet zeggen, ik was nog nooit daar geweest. Maar vond het echt een hele leuke kinderboerderij. Dus mocht je hier uit de buurt komen, is het echt aanraden om naartoe te gaan. Net hebben we nog lekker even pizza gegeten. Ik zit ook echt ontzettend vol en ik ben ook best moe. Geen idee waarvan. Misschien zie je het ook wel aan me, maar ja, ik ga straks ook lekker naar bed. Het wordt geen latertje vandaag. Goedemorgen, het is maandagochtend. Ik heb echt lekker uitgeslapen. Of nou ja, uitgeslapen. Noé die werd pas wakker toen wij haar wakker maakten. Dus onze wekker was al lang gegaan. Dus dat is toch altijd even een stukje relaxer wakker worden. Dat we gewoon rustig naar haar toe kunnen lopen. In plaats van het bed uit en haar ophalen. Wel wat heel grappig is. Ze wilde de laatste tijd iedere keer zelf haar kleding uitzoeken. Nou ja, dat laten we maar niet altijd toe. Maar zodra het niet gebeurt, dan is ze een beetje boos. Maar vandaag heeft ze ook wat anders aan dan wat ze aan wil. Vooral haar sokken wil ze echt kiezen. Ik weet niet wat het daarmee is. Maar zodra ze al op de commode zit, dan is het gelijk sokjes, sokjes. En die wil ze eruit zoeken. Laat je wat zien, dan zegt ze ook gewoon nee, niet leuk. Maar goed, ze heeft de kleren aan. Mike brengt haar nu naar zijn ouders toe. Die blijft daar dan vandaag samen met Lux. Mike en ik gaan aan het werken. Na het werken gaan we daar lekker eten. Maar ik dacht, nou, misschien wel leuk om nog even een beetje te laten zien wat ik meeneem naar het werk vandaag. En het ligt alweer klaar. Het is niet het gezondste van het gezondste, maar wel gewoon lekker. Ik heb proteïnewafels. Daar doe ik dan deze blauwe schimmelkaas op. Die hadden namelijk nog over. Dan moet ik die even opmaken. Heel vervelend. Brosse eierkoek kaneel. Deze is echt heel erg lekker. En van de Lidl. Dan even een proteïnetoetje. Ook van de Lidl heb ik nog niet eerder gehad. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ik heb hier een bakje met aardbeidjes. Die neem ik mee. Deze, ja, niet het gezondste wat er is, maar wel heel erg lekker. En ik heb nog eiwitlimonade, de smaak blackberry. Het is inmiddels avond. Ik ben eetjes aan het koken om morgen mee te nemen naar het werk. En ik ben net ook al even bij mijn ouders geweest, want mijn moeder heeft even mijn haren geknipt. Het was echt nodig. Ik had flinke dode punten. Dus er is ook echt een heel stuk af. En dan mis ik het altijd wel. Want ik hou echt van om hier zo te pulken. Ik denk dat meer mensen fijn vinden. Tenminste ga ik vanuit. Ik hoop niet dat ik de enige ben. Maar ik vind het altijd echt super lekker. Maar er is dus een flink stuk af. Maar ik eens even naar de Albert Heijn. Kijken of ze daar verkoren bollen hebben. Want ik was al bij de Jumbo geweest en dat hadden ze niet. En ik merk dat ik het de laatste tijd gewoon heel fijn vind om af en toe ook even brood mee te nemen naar het werk. Heel lang niet gehad. Alleen maar kwark en dat soort dingen. Of van die proteïnewafels, rijstwafels. Maar ja, ik merk dat ik dat nu voor de afwisseling ook wel echt heel erg lekker vind. We zijn nog even de lunch aan het voorbereiden om morgen mee te nemen naar het werk. Ik heb twee volkoren bolletjes, heb een beetje pesto op, rucola, kalkoenfilet, eitje. Nou, dan heb ik dit mee om er morgen nog even te snijden en erbij op te doen. En dan gaat het in het bakje, in de koelkast en dan kan ik het morgen op werk lekker lunchen. Het is dinsdagavond, we gaan lekker eten. Mike heeft een pasta uit de oven gemaakt. Met cherry tomaatjes, spinazie, pasta, feta, wat kruiden. Dus dat gaan we lekker opeten. Ik ben echt heel benieuwd. We hebben het nog niet eerder gehad. Gewoon weer een receptje van TikTok. Dus die gaan we proberen. Het eten is op. Het was echt ontzettend lekker. Nu heb ik me snel omgekleed, want ik ga zwemmen. Ik heb een badpak er weer onderaan.
sinds lange tijd weer baantjes zwemmen. Dat heb ik toen ik bezig was met de halve marathon training even stopgezet. Of nou ja, we gingen gewoon vrijwillig hoor. Maar ik dacht, nou ja, om dat ook nog bij te gaan doen, wat wel een beetje veel voor mijn lichaam misschien. Dus dat heb ik echt een hele tijd niet gedaan. Dus ik heb ook heel veel zin om vanavond weer een keer te gaan. Ik ben weer eventjes terug van het zwemmen. Het was echt heel erg fijn. En Mike is nu naar de supermarkt. Die gaat even chippies halen. Ja, super slecht, maar we hadden er gewoon super veel zin in. Maar dat geeft mij een mooie gelegenheid om eventjes allerlei vlaggetjes op te hangen. Want Mike is namelijk morgen jarig. Dus ik dacht, nou, dat ga ik nu toch eventjes doen. We hebben morgen ook een hele leuke dagplanning. Hij weet nog van niks. Maar ja, ik heb er nu al heel veel zin in. Eén ding baal ik wel van, want we hebben binnenactiviteit. En het wordt morgen echt super mooi weer. Maar goed, toen ik dit allemaal plande, had ik niet verwacht dat het zo mooi weer zou zijn. Aangezien het ook de laatste tijd gewoon heel slecht weer is geweest. Maar goed, we gaan er gewoon een leuke dag van hangen. Maar ik ga eerst nu eventjes de vlaggetjes ophangen. Even de vlaggetjes opgehangen, want Mike is morgen jarig. Goedemorgen, het is woensdag. Mike is vandaag jarig. Die hebben we vanmorgen al de cadeautjes gegeven. Of nou ja, één cadeautje had hij al gekregen. Maar ik heb vandaag een hele dagplanning met alles wat we gaan doen vandaag. Dus dat heb ik gegeven. Heb ik van deze tickets allemaal voorgemaakt wat dan eigenlijk inhoudt wat zijn dag is, zeg maar. Noé heeft de tekening gegeven wat ze heeft gemaakt en haar heb ik net naar de opvang gebracht en wij hebben de sportkleding aan. Want onze eerste activiteit vandaag is hardlopen. We gaan voor het eerst sinds de halve marathon weer samen hardlopen. Heel veel zin in, gewoon een klein rondje om lekker de dag te starten. En daarna gaan wij vanmiddag naar Van der Valk in Apeldoorn. Daar gaan we lekker lunchen. En daar is dus ook een privébioscoop. Hebben we een zaal voor ons tweeën. Kunnen we een film gaan kijken. Nou ja, ik had niet verwacht dat het zo mooi weer zou worden. Het is natuurlijk lang slecht weer in Nederland geweest. Maar goed, het lunchje kan wel lekker buiten. En we gaan er gewoon een hele fijne dag van maken. En vanavond sluiten we dat dan gewoon lekker af met een barbecue. Maar we gaan nu eerst even op pad. Eventjes samen weer hardlopen. We hebben lekker hard gelopen. We hebben 7 kilometer gedaan. Heel fijn rondje. Maar het was wel echt heel erg warm. Daarna lekker gedoucht. We hebben nu de kleren aan. Ik heb lekker een jurk aangetrokken. Want het is echt heel fijn weer. En gaan nu op richting Apeldoorn. We hebben Van der Valk de Kantarel uit mijn hoofd. Ik weet niet precies hoe die heet. Maar in ieder geval iets in die richting. Want ze hebben er 2 in Apeldoorn. En daar zit dus ook die Q-Room, die bioscoop waar we naartoe gaan. We hebben lekker gegeten. Weer een beetje te veel. Ik zit echt ontzettend vol. We gaan nu nog even lekker wandelen. We hebben heerlijk buiten gezeten trouwens. Dus dat was echt wel heel erg fijn. En nu nog een uurtje voordat de volgende activiteit begint. Dus we gaan hier lekker even een goede wandeling maken. Hier op het terrein is het een en ander te zien. En ja, het is ook gelijk eigenlijk naast de snelweg. Maar ook in de bossen. Dus dat is ook wel een heel groot voordeel. Wij zijn in onze privébioscoop. Kijk, maximaal 5 personen kunnen erin. Dit is dus de Q-lounge in het Van der Valk Hotel in Apeldoorn. En de lamp gaat uit, want het scherm gaat als het goed is zo aan. We kunnen zelfs streamen. En ik zal jullie buiten ook nog even laten zien wat er buiten de zaal allemaal is. Hier kom je binnen. En dan heb je hier dus eigenlijk van alles qua eten wat je kan pakken. Frisdrank. En dan kan je dat hier afrekenen. En hier kunnen we zelf popcorn pakken en dat zit er dus ook bij in. We hebben natuurlijk even wat popcorn gepakt. Wat drinken hebben we gekocht met wat lekkers, wat van die M&M's. En we kunnen ook nog de QR-code scannen en dan komen ze gewoon onder de film wat eten of drinken brengen. En je kan gewoon lekker liggen hier in de bioscoop. En we gaan trouwens The Weeknd Away kijken via Netflix. De film is afgelopen. Echt superleuke film hebben we gekeken. En we hebben net daarna nog even goede tijden gekeken van vandaag. Want we hadden toch nog tijd over. We hadden van 3:15 tot 4:45. Nou, het is nu denk ik 4:45, 5:00. Dus ja, we gaan de spulletjes wegbrengen. Ik weet niet of je ze terug moet brengen of dat je ze kan laten staan. En dan gaan we naar de auto, op naar huis, op naar Noé. En dan gaan we lekker barbecuen.
We zijn allemaal weer heel fijn thuis. Noemen die wil van de glijbaan. En wij gaan zo lekker barbecue. Het is nog super fijn weer, dus gewoon heel lekker om buiten te zijn. Wil je op de buik? Wil mama helpen? Doe maar een handje. Kom maar. Even naar voren. 1, 2. Oei! Goedemorgen, het is donderdagochtend. Mike is na het werk en ik heb vandaag ook nog vrij. Want op donderdag ben ik altijd vrij en heb ik gezellig mama dag met Noé. We gaan zo ook weer richting het dorp. Ik ga even kijken of ze daar sandaaltjes voor haar kunnen, vinden. Want die hebben we helemaal niet meer. Dus daar moeten we eventjes naar op zoek. En anders ga ik op internet even kijken. Of van het weekend of volgende week eventjes in de stad. Want ja, daar moeten we natuurlijk wel halen. En ik denk dat we voor de rest vandaag gewoon lekker veel buiten te vinden zijn. Want het is echt super fijn weer. Noé wil per se de bril op, dus de bril gaat mee. De buggy staat klaar. En ik dacht, ik laat nog even zien wat ik aan heb, want ik vind het echt ontzettend leuk. Dit jurkje komt van de Primark, heb ik een tijdje geleden gekocht. Beetje zo'n blouse-shirt, maar ja, helemaal blij mee. We zijn weer terug uit het dorp. We hebben even kratjes gehaald voor in het keukentje van Noé bij de Hema. Die waren ook 1 plus 1 gratis. En ik wilde die al telkens halen, maar ja, iedere keer vergat ik het. En nu zag ik ook nog 1 plus 1 gratis. Dus toen dacht ik, kijk, die moet ik meenemen. Verder even wat komkommer meegenomen voor vanavond. Want we gaan nog een keer barbecue, want we hebben echt nog gigantisch veel over. En gaan wij nu lumpia eten? Ik heb op de markt even een lumpiaatje voor mij en Noé gekocht. En dan gaan we lekker buiten zitten, lekker buiten spelen en even een lumpiaatje eten. Noé heeft haar stoel van buiten al mee naar binnen genomen, want ze wil zo graag lumpia's. Maar we gaan die toch buiten opeten? Buiten. Neem je de stoel mee naar buiten? Ja. Goed zo. Lumpia's in de zon op een kerstbordje. En daar komt ze aan met haar stoeltje. Ga je die lekker opeten? Lumpia. Lumpia. We zaten echt nog maar even in de zon, want het is echt ontzettend warm. Dit is gewoon veel te warm. Moet de fiets naar buiten? Oh, Lux moet ook mee naar buiten. Ja, maar Lux loopt waar mama gaat. Maar ik ga even wat anders aantrekken, want dit is gewoon veel te warm. En dit is wat ik dus nog even gekocht heb in het dorp. Even twee van die grotere bakjes en twee kleintjes van deze kleur. Het is trouwens ook echt heel erg leuk. Dan twee kleine pyjamaatjes voor Noé, want ze had nog maar 1 korte en ja, die wordt aardig al aan de krappe kant. Dus deze heb ik meegenomen. Hier had ik er meer van gewild, want daar heeft ze er al een paar van. Die zijn echt super fijn, maar dit was de laatste in haar maat. En dan nog 2 vochtige washandjes, want die gebruiken we gewoon heel veel. En dan wil ik dat hieronder in haar keukentje doen. Want nu ligt alles hier een beetje los in en dan kan dat een beetje netjes staan. Ja, ik weet, een kind trekt ermee, dus het is straks zo weer anders. Maar dat is ook wel makkelijk als we dan samen met haar gaan opruimen. Dat ze alles gewoon iedere keer netjes in het kistje kan doen. En dat we het dan gaan terugzetten. En alles zit netjes nu in de bakjes verdeeld. Nou, jullie liggen lekker op bed te slapen. En ik ga bij deze de video afsluiten. Vanmiddag gaan we nog lekker eventjes met water buiten spelen. Maar gewoon even lekker Noé en mama tijd. En laat de camera gewoon lekker links liggen. Morgen open ik gewoon weer een nieuwe weekvlog. Maar ik wil je voor nu bedanken voor het kijken. En tot bij de volgende video.